hartelijk welkom opnieuw bij de Bijbelstudie, het raadsplan van God. We zijn gekomen bij hoofdstuk 3 en het gaat over de reconstructie van de aarde. Dit, lieve mensen, is een beetje moeilijk hoofdstuk. Er komt heel wat kijken om op te nemen. Ik hoop dat u geduldig zult kijken en luisteren. En als het kan ook nog controleren in uw eigen Bijbel en in de geschiedkundige zaken. Om te kijken of hetgeen wat ik u leer het juiste is. In Exodus 20 vers 11 en in Psalm 104 vers 30 en in Openbaring 4 vers 11 staat het volgende. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat, dag en heilig die. Het volgende in Psalm 104 vers 30. Die zendt gij uw geest uit, zij worden geschapen en gij vernielt het gelaat van de aardbodem. Openbaring 4 vers 11. Heer onze God, u komt de eer toe, glorie, eer, macht te ontvangen. Want u hebt alles geschapen, aan uw wil danken alles zijn bestaan. De reconstructie of de heropbouw van de tegenwoordige aarde heeft ongeveer 6000 jaar geleden plaatsgevonden. We weten niet wanneer de toenmalige wereld geschapen is. Het feit is echter dat de aarde oorspronkelijk geschapen is. En daar staat het woord bara in het Hebreeuws. En terwijl de tegenwoordige aarde, dat is een ander woord, asja is. In Exodus 20 vers 11 nogmaals, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt. Daar staat asja. Het woordje bara is een heel belangrijk woord. Dat woord houdt in dat God iets nieuws schept wat hij nog nooit eerder heeft gedaan. Dus die twee woorden moeten we goed uit elkaar houden. En ook in Exodus 3, 31 vers 17. Het woord wat hier gebruikt wordt voor gemaakt, namelijk asja, betekent om iets uit bestaande materie te maken. Het woord voor scheppen, namelijk bara, betekent om uit niets iets te creëren. En wordt in Genesis 1 vers 1 gebruikt. Dus in Genesis 1 vers 1 is het woord bara gebruikt voor de schepping van de hemel en de aarde. Exodus 20 vers 11 spreekt van een reconstructie van de aarde. Gedurende de 6 dagen van Genesis hoofdstuk 1 vers 3 tot 11. De oorspronkelijke schepping van Genesis 1 vond dus niet plaats. Het woord schip in den beginne schip, asja, betekent nooit om iets te scheppen. Dit woord wordt 659 maal gebruikt om gemaakt te vertalen en 449 keer als maken. Wanneer God zegt, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, en hier bedoelt hij de restauratie van de hemel, dus de uitspansel, wolken en lucht, om de aarde tot een bewoonbare plaats te maken, zoals dit oorspronkelijk was voor de vernietiging van Lucifers koninkrijk. We gaan kijken. Genesis hoofdstuk 1 vers 3 tot 31. Het is een heel lang stuk en ik hoop ook van harte dat u zelf in uw eigen Bijbel meeleest. Ik behandel het raadsplan van God. Het uitermate belangrijke raadsplan voor ons mensen. Toen zei God, er moet licht zijn en er was licht. En God zag hoe mooi het licht was en hij scheidde het licht van de duisternis. God noemde het licht dag en de duisternis nacht. Het werd avond en het werd ochtend. Eén dag was voorbij.
Toen zei God, er moet in het water een koepel zijn die de watermassa scheidt. En zo gebeurde het ook. God maakte een koepel over de aarde en scheidde zo het water onder de koepel van het water erboven. De koepel noemde God hemel. Het werd avond, het werd ochtend, de tweede dag was voorbij. Toen zei God, al het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat een deel van de aarde droog valt. En zo gebeurde het. Het drooggevallen gebied noemde God land en het samengestroomde water zee. En God zag hoe mooi het was. Er moet veel groen op het land komen, zei hij, planten die zaad vormen en bomen die vrucht dragen. En zo gebeurde het. Er kwam veel groen op, allerlei zaadgewassen en vruchtbomen. En God zag hoe mooi het was. Het werd avond, het werd ochtend, de derde dag was voorbij. Toen zei God, er moeten lichten komen aan de hemelkoepel om de dag van de nacht te scheiden, om de feestdagen aan te geven en het verloop van dagen en jaren. Zij zullen aan de hemelkoepel staan om de aarde licht te geven. En zo gebeurde dit. God maakte de beide grote lichten, de zon om over de dag te heersen en de maan om over de nacht te heersen. Ook maakte hij de sterren. God gaf hun een plaats aan de hemelkoepel om de aarde te verlichten. Om dag en nacht te beheersen, het licht van de duisternis te scheiden. En God zag hoe mooi het was. Het werd avond en het werd ochtend, de vierde dag was voorbij. Toen zei God, het water moet vol leven zijn, laat het krioelen van dieren. En boven de aarde, langs de hemelkoepel, moeten vogels vliegen. God schiep de grote zeedieren en alles wat er maar in het water leeft. Het krioelde van de dieren. Ook schiep hij de vogels. En God zag hoe mooi het was. God gaf hun zijn zegen en zei, breng veel jongen voort. Laat het water van de zee vol leven zijn en het land vol vogels. Het werd avond en het werd ochtend. De vijfde dag was voorbij. Toen zei de God, op het land moeten leven ontstaan, tammen en wilde dieren, grote en kleine. En zo gebeurde het. En God maakte allerlei wilde en tamme dieren, grote en kleine. En God zag hoe mooi het was. Toen zei God, laten wij mensen maken. Mensen die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij zullen zeggenschap hebben over de vissen in de zee en over de vogels in de lucht, over de dieren op het land, de tamme en de wilde, de grote en de kleine. God schiep de mens als het evenbeeld van zichzelf. Hij schiep de mens, man en vrouw. God gaf hun zijn zegen en zegt, breng veel nakomelingen voort om de aarde te bevolkeren. Jullie moeten de aarde aan jullie onderwerpen. Je krijgt zeggenschap over de vissen in de zee, over de vogels in de lucht, over alle dieren op het land. En hij voegde toe, jullie mogen het zaad van alle planten op de aarde, de vruchten van alle bomen eten. Maar de vogels en de dieren op het land, de grote en de kleine, geef ik gras en bladeren als voedsel. En zo gebeurde het. God keek naar alles wat hij gemaakt had, het was erg mooi. Het werd avond, het werd ochtend, de zesde dag was voorbij. Prachtige woorden om nog eens te herlezen en nog eens te herlezen, om het te overpeinzen, om de Heilige Geest te vragen, wat een grootsheid hier in deze zinnen zijn opgeschreven. We moeten ook er goed bij stilstaan dat schepping vereist altijd het bestaan van een hoogst intelligent wezen. Wanneer wij naar de schepping in zijn totaliteit kijken, dan kunnen we niet anders zeggen dan dit niet door toeval tot stand is gekomen. Daarvoor is de schepping te ingewikkeld en te complex. Een hoogst intelligent wezen moet daarvoor verantwoordelijk zijn. Niemand anders dan de God van de Bijbel kan dit voor elkaar krijgen. Wanneer wij naar de schepping kijken, vinden wij eindeloze ruimte. Eeuwigheid, beweging, verscheidenheid en
complexiteit. Dit alles zegt aan ons dat de oorzaak van de oneindigheid iemand moet zijn die oneindig groot in wezen moet zijn. Met andere woorden, de oorzaak van tijdloosheid moet eeuwig zijn. Dus zonder begin en zonder einde. De oorzaak, onophoudelijke bewegingen, moet almachtig zijn. De oorzaak van eindeloosheid en verscheidenheid moet alom vertegenwoordigd zijn. Bij het totale ontstaan van deze verscheidenheid. De oorzaak van oneindige complexiteit moet alwetend intellect zijn. De fysieke of materiële schepping vereist het bestaan van de Heere God van de Bijbel. Wanneer wij naar de schepping zelf kijken, vinden wij nog de persoonlijke zaken in onze belevingswereld, namelijk persoonlijkheid, emotie, wil, intelligentie, ethische waarden, godsdienstige persoonlijkheid, rechtvaardigheidsgevoel en liefde. De oorzaak van persoonlijkheid moet zelf een persoon zijn. De oorzaak van emoties moet zelf emotioneel zijn. De oorzaak van willen moet een wil hebben. De oorzaak van ethische waarden moet moreel zijn. De oorzaak van godsdienstige waarden moet geestelijk van wezen zijn. De oorzaak van gerechtigheid moet heilige en rechtvaardig zijn. De oorzaak van liefde moet liefdevol zijn. De oorzaak van leven moet zelf leven. Er bestaan genoeg wetenschappelijke bewijzen dat de schepping een goddelijke architect vereist. Dr. Robert Thames, een wetenschapper van goede faam, heeft al de inlichtingen van de wereld verzameld die hij bij wereldse grootste universiteiten die daar beschikbaar zijn en die tot het organisme en levend materiaal van de aarde en ruimte in hun bezit hebben. Hij heeft dit verzameld en de volgende ontdekking gedaan. De aarde bergt in zich een specifieke hoeveelheid inlichtingen in zijn originale materiaal, die wetenschappelijk als 160 exponentiële eenheden, je kan ook zeggen bytes, gecomponeerd zijn. Dat is een woord wat we vandaag ook gebruiken in de computerwereld. Ons zonnestelsel bevat 170 van die eenheden, oftewel bytes. En het heelal 235 eenheden. Seculaire wetenschappers, dus voorstaanders van de evolutieleer, willen hebben dat het heelal en de mens door de zichtbare of materiële schepping zelf is voortgebracht. Maar er is op geen enkele manier een aanwijzing dat dit zo gebeurd kan zijn. Kijk naar de volgende. Levende materiaal. De kleinste eenheid is een proteïnt molecuul. Microbiologen, dat is de levensleer van de kleine organismen, hebben ontdekt dat één zo'n molecule 1500 eenheden aan inlichtingen bevat en zich niet kunnen reproduceren. De bacteriemolecuul die diep in het spijskanaal van de mens voorkomt, die zich wel kan reproduceren, is een eenijdig lichaampje. Oh, en dan krijgen we 5, 6 nullen en nog een paar cijfertjes om de kleinheid daarvan aan te duiden. Dit gaat mij, lieve mensen, ver boven mijn pet. Maar door grote en sterke microscopen kan dat worden waargenomen. En dan komen ze tot de ontdekking dat er 7 miljoen eenheden, één menselijke cel bevat 20 biljoen eenheden. Eén menselijke cel. Nou, ik heb al gezegd, dit gaat mijn pet ver te boven. Gelukkig bezit ik een geloof, een geschenk van God om te geloven dat Hij bestaat en dat Hij de schepper is van alle dingen. Er bestaat geen enkele manier waarop iemand in staat is om er meer uit te halen dan dat er is ingezet. Al geven wij de schepping biljoenen jaren,
dan zal het nog onmogelijk zijn dat de mens uit die schepping is voortgekomen. Het is zo ontzettend belangrijk dat we die dingen eens overpeinzen, dat we niet alles geloven wat we op radio en televisie, wat op hogescholen en universiteiten wordt geleerd, als we praten over het ontstaan van de mens en de aarde. Als men God buiten beschouwing laat, waar is men dan mee bezig? Met filosofie, wat tot niks leidt. Want van filosofie kan je van iets niets maken en van niets iets. De NASA heeft uit de aard van hun bevinding het heelal in driedimensionaal ingedeeld. Alles in de schepping wordt drieledig geopenbaard. Er is bijvoorbeeld energie, beweging en manifestaties. Dan krijg je leven, materialiseren, de stoffelijke gedaanten aannemen en de aard van dat leven. Het woord van God zegt: heb ik niet kernspreuken voor u opgeschreven met raadgeving en kennis? Staat in Spreuken 20, vers 22, vers 20. De woorden kernspreuken is in het Hebreeuws shalos, wat drievoudig betekent. Prachtig hoe God in zijn woord dat laat vastleggen. Wij praten van driedimensionale beelden als men van een volledig beeld spreekt. Dat als je mij zou zien in het echt, dan kan je mij driedimensionaal zien. Nu ziet u mij op een film en u ziet mij niet driedimensionaal. Indien wij Gods raadsplan willen begrijpen, dan moeten wij een driedimensionele of driedelige openbaring daarvan ontvangen. Mensen die de waarheid dan alleen eenledig of eendimensionaal zien, zien maar een halve waarheid. De waarheid van God wordt drieledig geopenbaard. Let op: geest, ziel en lichaam. Geloof, hoop en liefde. Vader, Zoon en Heilige Geest. Voorhof, heilig en allerheiligst. Dan krijg je vaders, jonge mannen en kinderen. Hemel, aarde en onder de aarde. Zonden, gerechtigheid en oordeel. Satan, antichrist en valse profeet. Gisteren, vandaag en eeuwigheid. Israël, gemeenten en heidenen. Verleden, heden en toekomst. Wind, vuur en water. Koning, troon en koninkrijk. Gedachten, woord en daad. Man, vrouw en kinderen. Bekering, doop en vervulling met de Heilige Geest. Wij kunnen bijvoorbeeld niet de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, lichaam als een menselijke ziel en geest zien, als wij niet het totale beeld hebben. Wij moeten de waarheid driedimensionaal bestuderen om tot de volle waarheid te komen. Zijn de scheppingsdagen geen letterlijke dagen van 24 uur? Er zijn voldoende feiten en inlichting in de schrift te vinden om aan te tonen dat de 6 dagen van Genesis 1 een letterlijke dag is van 24 uur. Het woord avond komt van het Hebreeuwse woord eret, wat avondschemering of nacht betekent. Dit wordt 49 maal vertaald als avond, maar nooit in de figuurlijke zin. Het woord morgen komt van het Hebreeuwse woord bokker, wat ochtendgloren, ochtend en wat vroeg licht betekent. Dit woord wordt 187 maal als morgen vertaald, en niet eenmaal in de figuurlijke zin. De betekenis dag en nacht, morgen en avond, licht en duisternis wijzen naar een letterlijke 24-uur cyclus. En verwijst tevens naar de regulatie van het draaien van de zon, maan en sterren. Dit geldt ook voor het woord dag. Na een verlengde tijdperk, zoals daar de dag van God, maar dat moet ook in de context worden aangetoond.
In Exodus 20, vers 8 tot 11 en in hoofdstuk 31, vers 14 tot 17 wordt specifiek gezegd dat God de hemelen, uitspansel, dus is niet waar God woont, en de aarde in 6 dagen heeft gemaakt en niet geschapen. Ook de mens wordt daarin bevel gegeven om hetzelfde arbeidstijd aan te nemen om te werken. In Exodus 20, vers 8 tot 11 lezen wij: 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt. 6 dagen van 24 uur. De zee en al wat erin, en hij rustte op de 7e dag, en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Ook in Exodus 31, vers 14 tot 17 staat het volgende: gij zult de Sabbatdag onder Sabbat onderhouden, want deze is iets heiligs voor u. Wie hem ontheiligt, zal zeker ter dood gebracht worden. Want ieder die daarop werk verrichtte zal uitgeroeid worden uit het midden van zijn volksgenoten. 6 dagen mag men arbeiden, maar op de 7e dag zal er een volledige Sabbat zijn. En de Heere geheiligde die. Ieder die op de Sabbat werk verrichtte zal zeker ter dood gebracht worden. Eigenaardig dat ze die zondag, dat we daar 6 dagen, de 7e dag willen afschaffen, zoals D66 dat wil. God zegt, je wordt ter dood gebracht. Dit is de wet van God die eeuwig blijft bestaan. De Israëlieten zullen de Sabbat onderhouden door de Sabbat te vieren en zij hun nageslacht als een altoos durend verbond tussen mij en Israëlieten. En is een teken voor altoos. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en op de 7e dag heeft hij gerust en adem geschept. Sabbat betekent gewoon rust. Geen 7e dag betekent ook geen zaterdag. Want God heeft gezegd, en God zag alles wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest, het was morgen geweest, de 6e dag. Met andere woorden, God maakte alles in 6 dagen om op de 7e dag te rusten. Logica luidt deze conclusie. Als we Gods werk in Genesis 1 goed hebben bestudeerd, veronderstel dat er geen 6 dagen duurde, maar 6000 jaar was. Dan heeft het water 1000 jaar de overhand op de aarde gehad, nadat de wateren verdeeld waren. De aarde zou nog 1000 jaar verlaten geweest zijn, voordat de plantengroei hersteld was. De plantengroei op hun beurt zou nog eens 1000 jaar op aarde zijn, voordat de zon, maan en sterren en licht op de aarde stralen. Dat houdt in dat de planten die het 1000 jaar zonder licht hadden moeten stellen, dus zonder maan, zon, maan en sterren, hun licht verscheen dus op de 4e dag. De dieren zouden elkaar in een tussenpoze van 1000 jaar hebben opgevolgd. Volgens Genesis hoofdstuk 2 vers 7 en 8 is Adam voor de dieren geschapen. En de dieren zijn voor Eva geschapen. Was Adam aan het begin van de 6e dag geschapen en Eva aan het einde? Als 1 dag 1000 jaar lang was, zou het betekenen dat Adam 1000 jaar was voordat er voor hem een vrouw geschapen werd. Indien God 1000 jaar gerust zou hebben voordat hij Eva geschapen had, dan was daar een periode van bijna 2000 jaar vanaf Adams schepping tot bij zijn val. En toch was Adam maar 130 jaar oud toen Seth geboren werd, staat in Genesis 5 vers 1 tot 3. Zo'n redenatie kan men niet in de schrift vinden. Wat wel kan gebeuren is dat de oorspronkelijke schepping van Genesis 1 langer geduurd kan hebben. In ons natuurlijk bestaan gaat immers alles sneller, een huis te herstellen gaat sneller dan nieuw te bouwen. God heeft in 6 dagen de aarde hersteld naar haar oorspronkelijke toestand van Genesis 1 vers 1.
lieve mensen, het is zo prachtig als je daarbij stilstaat en dat de Heilige Geest je helpt om die grootheid van God te laten zien in ons kleine menselijk verstand. Eén dag, en God zeide, er zij licht en er was licht. Het Nieuwe Testament zegt, God is licht. 1 Johannes hoofdstuk 1 vers 5. De totale schepping van God is begonnen met het scheppen van licht. Goddelijk licht wel te verstaan. Zowel in de fysieke als in de geestelijke wereld. Fysiek licht onderschept het feit, onderstreept het feit dat er geestelijk licht bestaat. Geestelijk licht is de bron. En fysiek licht is alleen maar een uitvloeisel of het gevolg van geestelijk licht. Volgens de oerknal schuine streep grote knaltheorie is het heelal ontstaan door een uitbarsting van een intens licht. Dit is gedeeltelijk waar, behalve het feit dat dit intense licht van de God van de Bijbel afkomstig is. Dit is niet van zichzelf ontstaan of ergens anders vandaan gekomen. Wetenschappers hebben ontdekt dat deze energie van zuiver licht was, die de schepping tot gevolg had, Gods licht. Het was een schitterende en zuivere heerlijkheid of Shekinah. Dat is van God in het heelal en zijn verlichting. Het is zijn scheppingswerk die hij in werking heeft gezet. Het scheppingswerk van God was geen groep van onsamenhangende gebeurtenissen die per toeval plaatsvond. Het tegendeel is waar. Het getuigt juist van een goddelijke orde en plan. Het was een gevolg van een georchestreerd en een voorbedachte daad van de levende en persoonlijkheid van God. Halleluja. Alle levende wezens zijn als gevolg van dit licht ontstaan, zo ook de sterren, de planeten, zichtbare en onzichtbare werelden. En als laatste de aarde. Het was een geestelijk licht. De energie van God die dit alles tot stand heeft gebracht. Na Lucifers opstand en de vloed die daarop volgde. Dat er op de aarde een sfeer van water ontstond, waar de geest van God op zweefde. En de geest van God zeide, er zij licht en er was licht. De wetenschappers hebben uitgevonden wat zij elektrotrotsky of chemische discompositie door elektrische werking, tussen haakjes ontlediging van opgeloste of gesmolten chemische verbindingen door elektrische stroom. Nou, dit gaat ook ver boven mijn pet, lieve mensen. Maar goed, het staat ook opgeschreven in mijn boek. Dus als je dat op uw gemak zou kunnen lezen, het gaat ook op onze website staan, dan kunt u het daar op uw gemak eens doorlezen. Er zijn mensen die veel geleerder zijn dan ik in deze materie en die kunnen ons dan weer verder helpen. Met andere woorden, wanneer energie door water gestuurd wordt en zo een magnetisch veld wordt opgewekt. Het water wordt opengebroken in zijn basisbestanddelen, namelijk zuurstof en waterstof. Dit is noodzaak voor het onderhouden van leven. De geest van God heeft eerst een magnetisch veld opgewekt. Zonder dit kan er geen celluculaire communicatie in onze lichamen en in alle levensvormen plaatsvinden. Alle levenssystemen is van dit magnetische veld afhankelijk. Zonder dit is er geen leven mogelijk. Laat dat het brein met de rest van het lichaam communiceren. Dat is ook de energie die een kompasnaald laat bewegen en komt in alle levende cellen voor. Zowel in mensen als planten en dieren. Alle levensprocessen, celverdeling enzovoort, is van dit magnetische veld afhankelijk. De geest van God heeft over de wateren gezweefd. Hij heeft energie in het water vrijgesteld, bijna als één hen haar warmte naar haar eieren verplaatst om deze uit te broeden. Elke watermolecule, dus staat er een H en dan een 2 en een heel klein nulletje erachter, heeft een klein
elektromagnetisch veld met een negatief en een positief veld. De geest van God heeft het water positief opgeladen, die het natuurlijke vloeien van het water tijdelijk heeft gestopt. Een magnetisch veld heeft gecreëerd die de kern van alle watermoleculen energie was. Wetenschappers hebben een fles water genomen en dit onder beschermende omstandigheden met geluid gebombardeerd. Het water en het geluid hebben samen een borrel geproduceerd die het volle spectrum van licht op de oppervlakte uiteenspatte. Het geluid van Gods woord heeft het scheppingsproces in gang gezet. Prachtig is dat, als je dat mooi begrijpt. Ik krijg er een warm hart van als ik dat mooi mag voorlezen aan u. Ik heb maanden gewerkt aan de vertaling van dit boek, wat in het Afrikaans is verschenen. Een predikant die ik kende, die heeft veel werk verricht om dit prachtige boek te schrijven. Ik heb het persoonlijk van hem gekregen en ben begonnen om dit te vertalen in het Nederlands. Dus u begrijpt wel dat al die moeilijke woorden die voor een heel gewoon simpel mens als ik niet altijd makkelijk zijn uit te spreken, maar ik zal mijn uiterste best doen. Nogmaals, het is op ons webblad te lezen. We gaan verder. Het woord was de substantie van de Heilige Geest nodig om mee te werken. Geen wonder dat de Bijbel ons leert om het woord van God hardop te belijden of te spreken. Daarom is het belangrijk als we bidden, dat we niet alleen onze gedachten bidden, maar ook hardop bidden. Want Romeinen 10 vers 10 zegt, met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met mond belijdt men tot behouden is. Als je zegt, Heer, ik geloof dat u mijn zonden heeft gedragen op het kruis van Golgotha en dat uw bloed mij heeft gewassen van alle ongerechtigheid, dan zeg ik dat door behoud van mezelf. In Marcus 11 vers 23 staat, voorwaar, ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, heft u op en werp u in de zee, en zijn hart niet zou twijfelen, dat is altijd het moeilijke voor een christen, maar geloven dat hetgeen hij zegt geschiet, het zal hem geschieden. Daarom moeten wij meer geloof hechten aan hetgeen wat wij belijden met onze mond. Als je zegt, Heer, help mij, geloof dan ook dat de Heer je helpt. Heer, genees mij, geloof dan dat de Heer je ook geneest. Want daar hebben we het over. De scheppingskracht van het woord van de levende God van Israël. Hebreeën 10 vers 23 zegt, laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden. Mijn vaste kijkers weten dat ik ongeneeslijk zie, maar dat is dialysepatiënt, maar ik geloof nog steeds dat ik op een dag volledig zal genezen zijn. Als ik vasthoud aan die belijdenis. Ik kan het niet zelf bewerkstelligen doordat ik het graag wil, alleen door geloof. Daarvoor is het zo belangrijk dat we die Heilige Geest bezitten, de vrucht daarvan, maar ook die gaven van de Heilige Geest. Want een van de gaven van de Heilige Geest is namelijk ook geloof. En als je iets wilt doen, dan moet het uit geloof geschieden. Dan moet je die gaven van geloof hebben om iets tot stand te brengen wat je met je menselijk verstand en redenaties niet voor elkaar kan krijgen, maar wel uit dat geloof. Dat geloof wil God dat wij gebruiken. Dus niet dat ik even zeg, ik word genezen omdat ik dat zo denk, maar omdat ik het geloof dat die God die hemel en aarde heeft gemaakt, in mij heeft gemaakt, hij is mijn schepper, ook uw schepper, dat hij alles kan herstellen zoals hij de aarde heeft hersteld. Hij ook ons lichamelijk, driedimensionaal, geest, ziel en lichaam zal herstellen. Want we moeten aan dat beeld van die Zoon van God gelijkvormig worden. Nou, laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden. Want hij die beloofd heeft, is getrouw. Dus ik hoef niet van mijn eigen woord afhankelijk te zijn, maar van het woord van die levende God van Israël. Die zegt, mijn kind, op een dag zal
ik je genezen, want het ligt in je. Door je wedergeboorte ben ik gered naar ziel, geest en lichaam. God heeft in het Oude Testament tegen Jozua gezegd in hoofdstuk 1 vers 8. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar over peinzet het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is. Want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken. Dan zult gij voorspoedig zijn. Nee, zeggen de theologen, dat is allemaal geweest. Hebben we allemaal niet meer nodig. We kunnen het allemaal geestelijk bekijken. Nee, dat woord van God, dat is een wet. Die voor eeuwigheid tot eeuwigheid bestaat. En als wij nauwgezet dat doen uit geloof. Dan zullen wij die wonderen en tekenen ook zien. Want het woord brengt de kracht van God in ons leven. God heeft licht in de duisternis geschapen. Het woord van God heeft het water getroffen. Het licht geproduceerd. En een magnetisch veld gecreëerd die van het uiterste belang was. Voordat hij, God, leven op aarde kon scheppen. Het was inderdaad. Want willens en wetens ontstaat hun dat door het woord van God de hemel er sedert langs geweest zijn en de aarde die uit het water, die door het water bestaat. Staat in 2 Petrus 3 vers 5. Nee, de geleerden willen allemaal tegen alles in maar beweren dat het anders is. En het grappige is dat wij altijd maar mensen geloven, maar God geloven we dus nooit. En mensen blijken altijd leugenaars te zijn. Fantastisch. De hele reclamewereld is fantastisch. Zij zijn fantastisch. Kijk naar de politiek. Dat is allemaal fantastisch. Het zijn allemaal leugenaars. Met een staalgezicht kunnen ze, en zelfs met een glimlach, luiden ze je om de tuin. Kijk naar onze politici. Kijk naar onze kerkelijke herders. Kijk naar onze koning. Hoeveel keer glimlachte die? Maar hoeveel keer achter je rug kaart hij niet met machten waar hij nooit mee om zou moeten gaan? Binnen in het hart van de aarde is een zeer warme, vloeibare kern waaruit elektrische impulsen vloeien om het magnetisch veld om de aarde in stand te houden. Voor de zondeval en Noach's vloed was dit een perfect gebalanceerde kernreactor. Heden is dit niet meer het geval. Vandaar de talloze vulkanische uitbarstingen en storingen in de aardkost. Professor Karl Gauss, zeer briljant Duitse wiskundige en een diep godsdienstig man, was de eerste persoon die dit magnetische veld heeft gemeten. Daarom wordt het nu in Gauss gemeten. Later meer daarover. Interessant is dat wetenschappers uitgevonden hebben dat de aarde voor een andere reden is bezig om zijn magnetisch veld te verliezen. Adams ongehoorzaamheid en de zonde die de aarde is gaan vullen, heeft een geweldig effect op de aarde gehad. Licht is een golfbeweging. Denk bijvoorbeeld aan de golven op het water. Golven zijn dragers van energie. De zon en de ontelbare miljoenen sterren zaaien voortdurend enorme hoeveelheden licht en energie uit in de vorm van golven in alle richtingen van het heelal. In dit proces verteren zij echter hun eigen materie. De zon wordt ten gevolge van deze energie die ze uitstraalt elke seconde 4 miljoen ton lichter. Dit staat gelijk aan 350.000 ton per dag. En toch kan dit reusachtige zon zijn huidige energie verliezen en dit nog vele duizenden jaren volhouden. Want zijn energiebron is het woord er zij licht. Licht beweegt zich tegen 300.000 kilometer per seconde. Dat wil zeggen een half etmaal om de aarde in een enkele seconde. Een geweerkogel maakt 1/3 van een kilometer per seconde. Lichtgolven kunnen van de ene plaats in het heelal naar de andere plaats trekken. Overal waar zij gaan, verkondigen zij door de merkwaardigheid die zij in zich dragen. De nimmer eindige reeks wonderen van Gods schepping. Lichtgolven zijn vanwege hun onwankelbare karakter, vastheid, hoogst betrouwbare boodschappers. Er zijn heel wat van deze zaken van lichtgolven die ons vertellen
hoe ver de sterren zijn voor stoffelijke, bijvoorbeeld ijzer, magnesium, waterstof en andere stoffen, er in elke ster zit, wat de temperatuur van elke ster is. Dat sommige sterren in massa zijn en de sterren die op de oog op andere sterren lijken, in werkelijkheid dubbel, driedubbel of meervoudige sterren zijn. Ook brengen lichtgolven vreemde boodschappen als wij die juist vertolken. Waarop duidt dat wij in een uitzettende heelal leven. Een uitzettende heelal leven. Dat wil zeggen een heelal die in een ongelooflijk tempo groter en groter wordt. Zoals een luchtballon die opgeblazen wordt. Hier word ik altijd heel erg stil van. Wij mensen zijn maar zo begrensd. Alles is wel onbegrensd. En het heelal van God is groter, groter en groter. Onze prachtige regenboog ontstaat wanneer de zonnestralen door vallende regendruppels gescheiden worden in een menigte van aparte kleuren waaruit zonlicht bestaat. Bloemen draaien hun kelken in de richting van het zonlicht. De grote verscheidenheid van kleuren in een bloementuin is het gevolg van die verschillende bloemen voor één verschillend gedrag vertonend tegenover de andere soort licht die zij absorberen. Een gele papaver bijvoorbeeld. Als de kleuren zonlicht, behalve geel, dan die wordt weer kaatst. Een roos absorbeert weer andere kleuren, behalve rood. En zo, enzovoort. Planten vervaardigen dit zelf volgens een geheim recept, die nog niet ten volle ontdekt is. Uit het licht en warmtegolven die zij van de zon krijgen. De lijst is oneindig en er zijn talbare lichtraadsels die onopgelost zijn. Denk aan laserstralen, geconcentreerd licht, die gebruikt worden om delicate operaties uit te voeren en bestralingen. Dat is ook een vorm van licht voor kanker. Licht bevat leven en inlichtingen. Het licht van God heeft leven op aarde gebracht. Geen zonlicht die verscheen pas op de vierde dag, dat hebben wij ook niet altijd door. Zonder licht is er geen leven mogelijk, want God is licht. Zonder hem is er geen fysiek of geestelijk leven mogelijk. Dit is wat er in ons hart verschijnt, want God zegt, want de God die gesproken heeft, licht schijnen uit de duisternis, heeft een doel schijnen waar in onze harten. Dat wil zeggen, dat is de kern van ons leven. Om ons te verlichten met wat? Met kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van die gezalfde koning van Israël. Schrijft Paulus in 2 Korinthe hoofdstuk 4 vers 6. En heeft leven gebracht in wat? In ons zondig en duister bestaan. In zijn licht zien wij licht. Wanneer Gods geest dingen aan ons openbaart of ergens licht op laat schijnen, dan zien wij het onderwerp in het ware licht. Want licht is een boodschapper. Als het licht van de Heilige Geest nooit in mijn zondig hart had geschenen, was ik nooit geen evangelist geworden. Was ik nooit iemand geworden wie ik nu ben. Was ik door het gebrek aan licht altijd in de duisternis blijven leven. En dan was uiteindelijk mijn totale ondergang geweest. Mensen leven vandaag in totale duisternis. Ook al schijnt de zon buiten, al leggen ze te bakken onder de zon. Dat goddelijke licht moet in ons hart schijnen. Daarom is het ontzettend belangrijk dat die evangelieverkondiging als licht de harten van de mensen raakt. Het licht van God vertelt de boodschap van het karakter van die fascinerende God. Wanneer wij het leven van God in ons leven vrijstellen, zien wij mensen het ware licht van God. En ieder van ons stelt zich op een unieke wijze vrij, zoals bloemen in Gods schepping. In één persoon zien wij de sprekende gelijkenis van de lerende meester. In een ander de barmhartigheid en de liefdevolle herder. In een ander de dienende Jezus zelf. En ieder van ons vertonen op zijn eigen manier en volgens zijn eigen bijzondere gaven Gods wonderlijke licht. De schepping getuigt van de almacht van God. Zonder God was ik nooit geworden wat ik nu
ben. En daarvoor prijs ik hem. En daarom doe ik dit werk met overgave om mijn volksgenoten die naar de Filistijnen gaan, naar een eeuwige ondergang op weg zijn, om hen uit die duisternis in het licht te brengen. Onder mijn artikelen staat het openen van uw woorden verspreid licht. De natuur van God. Paulus schrijft in Romeinen 1 vers 20, want hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, dat kunnen wij mensen dus niet zien, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Wat ik net voorgelezen heb, kunt u allemaal zien. Hij heeft het licht en de duisternis van elkaar gescheiden. Met andere woorden, de aarde is beginnen te draaien. Hij heeft het licht dag genoemd en de duisternis nacht. Nooit kan wit en zwart mengen. Nooit kan licht en duisternis, zonden en gerechtigheid, Satan en God in één juk optrekken. Zoals de pottenbakker het klei op de schijf draait om te vormen. Zo heeft God de aarde laten beginnen te draaien om met zijn reconstructiewerk te kunnen beginnen. Zijn plan om een volmaakte wereld voor mensen te scheppen is begonnen. De Heere God gaat de aarde met zijn geest, met zijn beeld vullen. We kijken naar de tweede dag, het uitspansel. Genesis 1 vers 6. En God zei dat daar zijn uitspansel in het midden der wateren. En die maken scheiding tussen wateren en wateren. Het Hebreeuwse woord voor uitspansel is rakia. Welke van hen werkwoord afkomstig is en betekent iets wat samengeperst, samengebonden en uitgespreid is. Bijna als goud die een goudsmid in een dunne laag uitslaat voordat hij daar zijn juwelen van gaat maken. Het uitspansel is dus een dunne, solide en doorzichtige laag van ongeveer 20 centimeter dik die een cirkel rondom de aarde gelopen heeft om op een hoogte van 15 kilometer. Strong's concordantie verwijst ernaar als een zichtbare boog in de lucht. Gegenius verwijst in zijn Hebreeuwse lexicon als volgt. Het uitspansel van de hemel is uitgebreid zoals een hemelsfeer aan de bovenkant van de aarde, zoals een schitterend doorschijnende saffier, waaraan de sterren, zoals geloofd wordt, vastgezet is en daardoor een hemelse oceaan was volgens de Hebreeërs. Exodus 24 vers 10 leert ons, en zij zagen de God van Israël, en het was alsof onder zijn voeten een plaveisel lag van lazuur, als de hemel zelf in klaarheid. In Daniel 12 vers 3 lezen we, en de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren voor altoos en even. Boven de hoofden der wezens was wat geleek op een uitspansel als ontzettende ijskristal uitgespreid boven hun hoofden, staat in Ezekiel 1 vers 22. Hier wordt hetzelfde woord rakia voor uitspansel gebruikt, dat blinkt zoals het wonderbare kristal boven hem, is de wezens en hun hoofden hier uitgespreid was. Laten we de volgende schriftgedeelte eens aandachtig biddend doorlezen. Psalm 104 vers 2. Hij hult zich in het licht als in een mantel. Hij spant de hemel uit als een tentkleed. Isaiah 40 vers 22. Hij troont boven het rond der aarde en haar bewoners zijn als sprinkhanen. Hij breidt de hemel uit als een doek en spant hem als een tent waarin men woont. Jesaja 42 vers 5. Zo zegt de God, de Heer die de hemel schiep en hem uitspande, die de aarde uitgebreide met alles wat daarin ontsproot, die aan de mensen die daarop wonen de adem gaf en de geest aan hen die daarop wandelen. Jesaja 44 vers 24.
Zo zegt de Heere, uw verlosser en uw vermeerder van de moederschoot aan. Ik ben de Heere die alles gemaakt heeft. Die de hemel heeft uitgespannen. Ik alleen die de aarde uitgebreid heb door eigen kracht. Tot slot Psalm 19 vers 2. De hemelen vertellen Gods eer en de uitspansel verkondigt het werk zijner handen. Dit uitspansel bestond uit water en zuurstof. In dunne lagen was deze waterstof uitgekristalliseerd om de schadelijke ultraviolette stralen van de zon te filteren, maar tegelijkertijd absorbeerde deze de energie van de zon om het magnetische veld om de aarde op te laden. Het uitspansel creëerde een soort broeikas die uiterst voordelig was voor de leef- en omstandigheden op de aarde en was een van de belangrijkste redenen dat de mens zo oud werd. Er waren geen schadelijke ultraviolette stralen van de zon die naar de aarde kwamen voor de zonvloed en de atmosferische druk was 2 maal hoger als dat nu het geval is. De huidige atmosferische druk is 1 bar op zeevlak, waar het voor de zonvloed 2 bar was. Dit had tot gevolg dat men gemakkelijker kon ademen en dat de mens 3 maal zoveel zuurstof inhaleerde als nu het geval is. Dit uitspansel heeft het mogelijk gemaakt dat mensen langer konden leven, beter konden denken en het heeft het leven tevens mogelijk gemaakt om dinosaurussen op aarde die daar toen leefden. Wetenschappers hebben de elementen van water genomen, namelijk waterstof en zuurstof, toen zij hun waterstofbom fabriceerden. Deze onder extreme koude weersomstandigheden blootgesteld. Zij ontdekten toen dat waterstof zich uitkristalliseerde in een soort kristalmateriaal dat doorschijnend was. Alle materialen in hun zuiverste vorm zijn doorschijnend. De mannen op de maan hebben gezichtsmaskers gedragen van zuiver goud die doorzichtig waren om hen tegen de stralingen te beschermen. Maar door verder onderzoek hebben deze wetenschappers uitgevonden dat waterstofmateriaal een superburgeleider is geworden. Wanneer men een supergeleider neemt en dit over een magneet plaatst, dan drijft deze in de lucht. Het aardse magnetisch veld heeft dit uitspansel om de aarde laten drijven en op hun plaats gehouden. Het is onvoorstelbaar hoe groot onze God is. Het uitspansel heeft al de elementen van een kristalradio wat dat bevat. Met andere woorden, deze kon signalen uit de ruimte ontvangen. Verder hebben wetenschappers uitgevonden dat de sterren harmonische vibrale uitstraling heeft. De NASA heeft die vibraties opgenomen. Het uitspansel heeft de uitzending van de sterren ontvangen en versterkt. De mensen op aarde voor de zonvloed konden de muziek van de sterren horen. In Job vinden wij dat er bij de schepping van de sterren gejubeld of gezongen werd. Job 38 vers 7. Terwijl de morgensterren tezamen juichten en al de zonen Gods jubelden. David zegt, de hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen. Gods lof wordt gedurig in de hemel bezongen met volmaakte muziek en met volmaakte stemmen. Aanbidding is de aard en levenswijze van de hemel. De schepping en de sterren zingen samen en het uitspansel heeft deze hemelse klank opgevangen, versterkt en op de aarde verkondigd of uitgezonden. Psalm 147 vers 4 zegt dat God aan de sterren namen heeft gegeven. En Psalm 148 vers 3 zegt dat de sterren hem loven. We kunnen niet meer deze zang horen. Maar Jesaja 35 vers 10 zegt dat dit weer hersteld zal gaan worden. Wanneer Israël weer hersteld is en de gezalfde voor eeuwig op zijn troon zal gaan zitten. Want de vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen. Eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn. Blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen. Maar kommer en zuchten zullen wegvlieden. Dan zullen wij
weer gedurig de zang en muziek van de hemel horen. Het uitspansel van waterstof veroorzaakt dat de aarde in een zachte roze gehuld werd, zoals wij dat bij zonsopkomst en zonsondergang kunnen waarnemen. Het uitspansel heeft het mogelijk gemaakt dat we de sterren in volle kleuren zien kunnen. Wanneer NASA de sterren fotografeerde en gebruikte daarbij een lens om deze in prachtige volle kleuren te kunnen fotograferen. Er is zoveel schoonheid en pracht in de sterren dat dit je adem kan wegnemen en je met lof vervult tegenover de schepper. De muziek en zang van de sterren konden bij zonsopgang en zonsondergang urenlang duidelijk gehoord worden, omdat de hoek van de zon meer energie in het uitspansel kon vrijstellen. De mens is dus opgestaan en gaan slapen met hemelse muziek in zijn oren. En Adam en Eva hebben ongetwijfeld meegedaan en zich aangesloten bij deze hemelse muziek en lof aan de schepper gegeven. Genesis 1, vers 16 en 17. En God maakte de beide grote lichten, het grote licht tot heerschappij over de dag en het kleine licht tot heerschappij over de nacht en benevens de sterren. En God stelde ze aan het uitspansel hemel om licht te geven op de aarde. Het woord stelde is natan en dit betekent bijvoegen of optellen. De sterren konden duidelijk door het uitspansel waargenomen worden. Hun beeld en muziek werd door het uitspansel versterkt of opgeteld. Geen wonder dat de mens muziekinstrumenten ontworpen heeft in respons op deze hemelse beelden en muziek. De Heere God heeft zijn schepping, zijn beeld en gelijkenis op aarde met hemelse muziek gestimuleerd om hem te loven en te prijzen. Dit bewijst tevens dat muziek bevorderlijk is voor de gezondheid en groeiproces van de planten, mensen en dieren. Muziek en zang is in het hart van God geboren om een heilzame uitwerking op zijn schepping te hebben, om hen aan te moedigen tot aanbidding. Satan heeft dit echter verdraaid, zoals hij met zoveel mooie dingen van God gedaan heeft. Hij heeft de muziek satanisch geïnspireerd en daarmee miljoenen jonge mensen tot onzedelijke verslavende middelen verleid, waarmee zij nu duivelse aanbidding bedrijven. Nou zijn we gekomen bij de derde dag. Droge grond komt tevoorschijn en de plantengroei wordt hersteld. Lieve mensen, ik heb u van het begin al gezegd dat het niet een makkelijk hoofdstuk is. Ik hoop dat ik dat zo voor mijn best heb gedaan. En ik ga op de volgende geluidsdrager verder met deze prachtige, mooie boodschap. En ik hoop zo van harte dat dat licht van God in uw hart omhoog schijnen, uw denkvermogen opnieuw zou richten op de schepper van hemel en aarde. Dit is het enige wat ons tot leven kan brengen. Door berouw, bekering, laten dopen en vervulling met de Heilige Geest. Dit is wat ons volk nodig heeft. Niet al die politiek, al die dingen die mensen zijn al 6000 jaar bezig om de wereld te verbeteren. Het is niet beter geworden, het is slechter en slechter geworden. Maar door de kennis van het raadsplan van God kunt u een nieuwe stap in uw leven maken. En ik hoop ook zo dat deze studie ons volk tot andere gedachten zal brengen. Mocht tot zover de God van Abraham, Isaac en Jacob u zegenen en dat u gaat kijken en luisteren op de volgende geluidsdrager. In Jezus' naam. Amen.